sky, down on and high. Find a way to try and find a way back home tonight. Gotta know that I got a sin for all too high. Here comes the shame and love of pleasure. Don't let me die, sweet baby Jesus. Sweet baby. Maar nu zit ik hier naast Julia en Tycho. Welkom. Dankjewel. Bij je vloggers met... hoeveel volgers heb jij, Julia? 105.000. 105.000. En jij, Tycho? Bijna 35.000. Bijna 35.000. En waarom zijn jullie ooit begonnen met vloggen? Wat was jullie inspiratie om even van jou te beginnen, Julia? Nou, ik ben mijn hele middelbare schooltijd gepest. En toen in de vierde zak in mijn examenjaar. En toen ben ik het laatste half jaar niet naar school gegaan. Oh. En dat was omdat het pesten gewoon te heftig was. En toen moest ik gewoon al mijn huiswerk zeg maar thuis doen. En ik volgde geen lessen meer. En toetsen moest ik nog wel volgen, maar die maakte ik gewoon apart bij een leraar in een kamer. En toen was ik gewoon heel veel thuis. En ja, dat was gewoon niet fijn. En zag ik heel veel op mijn laptop. En toen kwam ik op een gegeven moment YouTube tegen. En zag ik allemaal van die filmpjes dat mensen voor een camera gingen zitten. Mm-hmm. En dat leek me ook wel heel erg leuk. En toen ben ik daar maar mee begonnen. Nice. Maar het was in het begin nog niet echt een succes. Want op een gegeven moment kwamen mensen van school er ook achter. En toen werd het pesten nog erger. En toen hadden mijn ouders ook zoiets van, stop er maar gewoon mee. En toen werd ik gewoon helemaal gek. Want ik vond het gewoon zo leuk. En er waren een paar mensen die, die ik zeg maar niet kende, die waren anoniem. En die vonden het wel leuk. En dus nieuwe kijkers. Je vond het nog steeds leuk, ondanks dat je daardoor erger gepest. Nou ja, ik vond het gewoon leuk dat ik erachter kwam dat er ook wat mensen waren die me wel leuk vonden. En daar richtte ik me gewoon heel erg op. Dat ik gewoon, dat niet iedereen me haatte, zeg maar. Omdat ik gewoon heel erg onzeker was. En ik vond het gewoon een goede afleiding om gewoon voor een camera te zitten en gewoon leuke dingen te vertellen en zo. Toen ben ik maar doorgegaan en ja, kijk wat ik nu heb. Cool, nice. We gaan straks nog wat verder praten over jouw dieptepunten, hè, in je leven. Tycho, waarom ben jij begonnen met vloggen? We hadden een boyfriend tag opgenomen. En toen zei Julia, bij 5000 duimpjes omhoog gaat Tycho een YouTube kanaal beginnen. En toen kreeg ze dat. Volgens mij wel 10.000 duimpjes. Volgens mij 13.000. 13.000. Oh, cool. Cool. En je doet het nog steeds met veel liefde? Ja, zeker. Lijkt me ook wel leuk om te combineren, het scheepvaart en het vloggen. Doe je dat ook wel eens? Nee. Nog niet. Wie weet voor in de toekomst. Als je kapitein bent, de eerste vloggende kapitein. Ik zie het wel voor me. Nice. Ja, hoi Julia. Hoi. Ik zit hier met jou voor een spiegel. Jij zit voor een spiegel, ik zit voor een spiegel. Ik ben er niet, ik ben alleen een stemmetje in je hoofd en ik ga je wat vragen stellen over jezelf. En antwoord ze naar jezelf in de spiegel. Ja. En doe net of je ze zelf stelt in jezelf. En ik hoop dat je zo eerlijk mogelijk antwoord durft te geven en kan geven. Oké. Wat zie jij als je in de spiegel kijkt? een meisje die misschien best wel zeker lijkt, maar dat het in zichzelf eigenlijk helemaal niet is. Mm-hmm. Ja. En waar komt die onzekerheid door? Door het pesten. Het pesten. En kan je een soort omschrijving geven van het gevoel wat je hebt als je gepest wordt? Nou, heel eenzaam en alsof je gewoon een oude vuilniszak bent die helemaal niks waard is. En ja, je voelt je gewoon heel erg alleen en kut. Mm-hmm. En wat zou je tegen jezelf willen zeggen in de tijd dat je gepest wordt of tegen mensen die gepest worden nu? Nou ja, je moet gewoon doorgaan en niet denken dat je niks bent en gewoon mensen opzoeken die er wel voor je zijn in die tijd, zoals je familie. En dan moet je daar gewoon lief tegen blijven doen, want ik deed heel erg gemeen tegen mijn moeder en mijn vader, omdat ik juist van hen hield en mezelf niet goed voelde en dat reageerde ik heel erg op hen af. En ik denk dat ik wat meer hulp had moeten zoeken en verder kon ik er niet heel veel aan doen, dus dat, ja. En vind je jezelf mooi? Nee. Nee? Nee. Wat zie jij in jezelf waarvan je denkt, ik vind het niet mooi? Ja, ik weet niet. Ik voel me gewoon niet echt goed of zo. Dat heb ik nooit gevonden. Dat ik heel erg zeker van mezelf ben. Kan je daarmee leren leven? Heb je daarmee leren leven? Ja, dat wel. En hoe ga je daarmee om zelf? Ja, gewoon doorgaan en gewoon richten op de mensen die je wel leuk vinden. En je wel. Wie zijn dat in jouw leven? Nou ja, sowieso familie en Tycho en kijkers. Geen haters, maar kijkers die wel liefde geven. En hoe geven ze jouw liefde? Ja, door hele lieve reacties te plaatsen en me te steunen in alle tijden. Is dat ook een reden waarom je vlogt? Ja, wel een beetje. Ja? Ja. Om je zeker te voelen, om te merken dat je geliefd bent? Verliefd ben. Dat je geliefd bent? Oh, geliefd. Of verliefd, ja. Ja, nee, dat wel ook wel. Het geeft me wel zelfvertrouwen, zeg maar. Mhm. En wat helpt jou het meest om je goed te voelen, zeg maar, concreet een tip? Heb je een tip voor jezelf?
ja, gewoon leuke dingen doen met mensen waar je veel lol mee hebt en waarvan je echt weet dat ze real met je zijn en niet dat ze je niet mogen. Ja, een beetje zoiets. Kan je tegen jezelf in de spiegel zeggen, Julia, je bent mooi? Als het moet, dan moet ik dat zeggen. Probeer maar. Kan je, Julia, je bent mooi. Dankjewel. Applaus. Dankjewel voor je openhartigheid, Julia. Ik wil nu even me richten op Tycho. Ja. Wat vond je ervan toen je je vriendin daar zo zag zitten? Mooi. Ja? Daar word je best wel emotioneel van. Ja? Ja. Wat is je het meest bijgebleven van wat ze... Nou, dat ze de eigen niet echt mooi vindt of zo. Zeg. Ja. Jij zegt dat, neem ik aan, wel tegen haar af en toe. Maar ja, goed. Soms maak ik wel een grapje, maar... Moest het alleen nog zelf geloven. Hé, hey, maar jij hebt ook een... ik bedoel, Julia, jij hebt gevlogd hierover. Oh... Het is oké, dat mag. Dat mag hier ook. Hij zit naast je, dus... Jij hebt hierover gevlogd, over hè, wat je hebt meegemaakt. Ik zal hem even richten op Tycho, want jij hebt hier ook over gevlogd. Namelijk over wat je, hoe je ermee om moet gaan met mensen die een depressie hebben. En ik denk dat iedereen ofwel dit herkent, hè, de dingen die genoemd zijn door Julia... of wel mensen om zich heen kennen die daarmee worstelen. Tycho, kan jij vertellen wat jij ongeveer daar verteld hebt? Wat kan je eraan doen? Hoe kan je mensen helpen? Geef veel aandacht. Geef veel aandacht, ja. En ga niet oordelen, ga niet zeggen dat ze slecht is of zo. Mm-hmm. Dus geen oordeel, dat lijkt me sowieso een belangrijk dingetje. Ja. En geef veel aandacht. Moet je ook zeg maar erover praten of moet je ook juist veel afleiding? Of is het allebei? Ja, je moet erover praten. En ja, eigenlijk allebei, ja. Ja, Julia, helpt dat? Erover praten met mensen? Ja, maar vooral wel afleiding, zoals leuke dingen gaan afleiding, doen. Gewoon afleiding, ja. Ja. En dat is dan niet per se dat je ervan vlucht, want je moet het er nog steeds dan af en toe over hebben, neem ik aan. Ja. Ja. En dat doe jij met Tycho dan ook, denk ik? Ja, maar vooral wel met een therapeut, hoor. Ja? Professionele hulp is dan volgens mij een volgende tip. Ja, want kijk, ik heb eerst juist, schoof ik het heel erg naar Tycho op en deed ik ook rot tegen hem. En zo is ook heel de tijd bij hem te huilen. En hij gaat het natuurlijk ook aan onderdoor en hij kan mij er niet echt mee helpen. Dus ik ben nu juist proberen leuk te doen, zeg maar, als ik met Tycho ben. En gewoon om met een therapeut of zo erover te praten en met mijn ouders. Ja. Want ik wil niet dat Tycho zich rot gaat voelen, omdat ik hem dan ook rot voel. Omdat hij dan ook je hebt dan het idee dat je hem erin meetrekt of zo. Ja, dat is ook zo. Ja. Ik ben boos. Boos op de maatschappij. Waarom? Omdat we voor de gek worden gehouden. Het is één groot toneelstuk. Sorry. Al onze helden, dat blijken gewoon mensen te zijn. Oh. En we doen er allemaal even hard in mee. Facebook. Instagram, Snapchat. Het zijn slechts maskers om onze fouten, ons verdriet, onze onzekerheid te verbergen. Ja, we houden onszelf voor de gek. Hebben we daarom gevraagd? Ja, niet met ons verstand, maar met onze drang naar likes, naar acceptatie, naar geluk. Geluk. Hè? We kijken niet films en we lezen geen boeken als The Hunger Games omdat we daar gelukkig van worden. Nee. Nee, maar omdat het ons gerust stelt. Ik vertel niks nieuws. Dat weten we allemaal al. We kijken ze niet omdat wij gelukkig van worden. Nee. Nee. Het stelt ons gerust. Omdat we
het te pijnlijk vinden om niet te doen alsof. Omdat we lafaards zijn. We zijn lafaards. Fuck de maatschappij. Kom eens uit je zoon. Vertel me waar je aan denkt. Ik vroeg het voor de uitzending of ze hier aan mee wilde werken. En dat wilde ze. Waarom wilde je eraan meewerken? Want je had er nog wel een reden voor ook. Ja, die heb ik zeker. Ik heb zelf ook bij vrijwel veel psychiaters gelopen en psychologen. Mm-hmm. En ik snap heel goed het feit dat... psychiaters stellen vaak hele vage vragen. Sorry, dat vind ik zelf hoor. Maar ik ook. Je zit ermee... Ik heb ze zo geschreven ook. Zit een beetje in je eigen zoon, weet je wel. En die psychiater gaat het niet uit je halen. Weet je, het is de knop die jij zelf omzet... waarvan je zelf beseft van shit, ik heb hulp nodig. En dan is misschien het stappen naar de psychiater al het belangrijkste punt... waarin je dus aan jezelf zegt, ik moet er iets aan doen. Ja, gewoon hulp vragen. Ja. Maar ja, het is niet zo gewoon. Ja, het is niet dat je moet verwachten, heb ik hulp, dus dan gaat alles vanzelf beter. Ja. Nee, misschien niet. En je hebt een tattoo op je hand, ja. Op je arm, sorry. Ja. Ik weet niet of de camera daarbij kan, ik denk het wel. Daar zit ook een verhaal achter, toch? Ja, klopt. Deze tattoo is eigenlijk... ik heb in 2012 ook de Voice Kids gedaan. Ja. En toen was alles hartstikke leuk, weet je wel. En iedereen ziet een super vrolijk meisje. Gewoon leuk en lief nog en onschuldig. Ja. Maar ondertussen, ik zag mezelf zo in de spiegel. Ik was gewoon niet blij, ik was niet gelukkig. En de Voice was een positieve flow, maar daarna... Het was een soort uitstel van executie of zo? Ja, het was een soort uitstel, ja. En toen ben je in een gat gekomen weer daarna, of? Toen heb ik er eerst zelf voor gekozen om een kappersopleiding te gaan doen. Mm-hmm. Na anderhalf jaar gewoon werken als zangeres. Toen ben ik een kappersopleiding gaan doen. Omdat ik dacht van dan kan ik altijd mijn geld verdienen, weet je wel. Dat is toch belangrijk. En toen ging het bij mij eigenlijk steeds slechter. Omdat ik denk vooral ook omdat ik niet deed wat ik graag wilde. Ik volgde mijn hart niet. Ik was veel meer bezig met wat vinden anderen van mij. En ik volgde mezelf niet. En dan word je diep ongelukkig. En toen ben ik 10 weken naar een kliniek gegaan. Ben ik naar Yes We Can Clinics gegaan voor jongeren met gedragsproblemen. En daar hebben ze me super erg geholpen. Dat is niet normaal. Beste tijd shout-out van mijn leven. Ja, shout-out naar jullie gewoon. Echt big time gewoon. Maar daar hebben ze me ontzettend geholpen. En ik heb daar geleerd... dat ik gewoon, ik ben oké, weet je wel. En ik heb bepaalde stappen in mijn leven nu. Voor de ene is dat een godsdienst, voor de ander is dat whatever, weet je wel. Maar ik leef daarnaar, zeg maar. Mm. En dat werkt voor mij. Dat ik gewoon accepteer dat ik soms... En dat is wat jij zegt dan voor iedereen anders? Ja, dat dan moet je ontdekken of zo. Dat heb je dan ook moeten ontdekken. Ja, voor mij werkt het heel goed omdat ik zoiets heb van... Oké, nu accepteer ik eindelijk gewoon dat ik soms het even niet zelf kan. Dat ik hulp mag vragen. Dat het niet raar is wat ik doe, weet je wel. Ik denk dat in deze uitzending wel duidelijk is geworden. Ja. Zelfs mensen waar je misschien wel tegenop kijkt. Tycho, Julia, Fabienne. Die dealen ermee. En ik denk dat de belangrijkste boodschap is van vanavond. Dank je wel dat je dat wilt delen. Ja, heel graag. En ik wil je nog vragen om met ons om af te sluiten met een mooi liedje. Paris by midnight, Rome by sunlight, took me to places and it felt so right. But I know that you would lie, straight to my face and die. Ja, de camera's gaan uit, maar de aftershow gaat natuurlijk nog gewoon door. Met meet and greets en natuurlijk heel veel gezelligheid in het Experience Café. Ja, dat klopt. Wij zijn te vinden op Insta, Facebook en YouTube. Like en abonneer als je nog meer Experience TV wilt. Tot ziens!